staan hier in het zonnetje voor Tennisclub Groenendaal. De baan ligt er weer helemaal strak bij. Het gebouw ziet er prachtig uit. En er wordt weer volop getennist. Hartstikke mooi. Nou, hoe komt het dat zo'n gebouw er nou zo mooi uitziet? Hoe komt het dat die banen mooi glad zijn? Dat komt door de vrijwilligers. Tennisclub Groenendaal heeft de vrijwilliger van dit jaar uitgeroepen. En dat is dit jaar Herald van Meulen. Nou, deze man die zet zich met hart en ziel hierin. Zodat iedereen heerlijk kan gaan tennissen. En dat gaat beloond worden met het bloemetje van de week. Ja, yeah. Een overval met een bloemetje. Ja, inderdaad. Ja, ja. Ik ga hem eerst even geven. En dan ga ik jou vertellen hoe dat zo komt. Ja. Jij bent een van die vele vrijwilligers hier die met hart en ziel voor deze club alles regelt. Ja. En jij bent de vrijwilliger van het jaar geworden. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Dat is afgelopen 2 weken geleden. Ja. Is mij die eer toegekomen. Dus, ja, nou, super. Dat betekent dat jij je mateloos inzet. Ja, jaren gedaan. Inderdaad, maar nu even rustig. Maar afgelopen jaren ben ik regelmatig niet op de club geweest. Ja, en wat doe je dan? Ik was voorzitter van de wachtcommissie. Dus ik heb jarenlang alles geregeld omtrent de hele bargebeuren. Dus jullie overvallen mij ermee, moet ik zeggen. Ja, dat is super. Zo hoort dat. Nou, weet je, door mensen als jij is het gewoon mogelijk om dit te laten draaien. En dat wordt bijzonder gewaardeerd door al die leden. Ja. En dat had je al gemerkt natuurlijk door die vrijwilliger van het jaar. Ze zei, nou, en bij deze ook nog een bloemetje voor jou. Nou, hartelijk dank moet ik zeggen. Dus plezier gedaan voor alle clubleden. Ja, en ga vooral zo door. Gaan we doen. Ja? Hey, heerlijk, dankjewel. Oké, okay. Merci.